Ik wil het woord aan de wethouder geven voor de beantwoording. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, commissie. En dank u wel, insprekers. In mijn ogen is dit geen lastig agendapunt, maar is het een makkie. Ik kan niet zo op de besluitenlijst van de raad. Maar ik snap wel goed de verwarring die er soms lijkt te ontstaan. En die verwarring die is inderdaad ook tot uitdrukking gebracht in de zienswijze. Daar heeft ook de heer Bokking ook getuige van gegeven van waar die vandaan kwam. En natuurlijk wordt daar aan gerefereerd en het heeft alles te maken met het toekomstige perspectief van de Juliana-kazerne. Maar wat hier gebeurt is inderdaad een bestemmingsplan actualiseren, conserveren. Ter voorkoming dat als daar in dat gebied ontwikkelingen plaatsvinden, dat wij als gemeente legers mislopen. Niets meer en niets minder. En daar had de heer Gimmis ook al naar verwezen. En conserverend betekent dus dat de huidige functies en de huidige bestemmingen in dit gebied gewoon één op één worden overgenomen. En dat is nadrukkelijk verwoord in artikel 4,4.1a. Daar gaat het over die militaire kazerne. Dat is dan de duiding van de maatschappelijke functie. Dus mevrouw Punten, maatschappelijk is heel specifiek gedefinieerd als militaire kazerne. En de functies die daaronder hangen, zoals kantoor, staan ten dienste van die functie. Dus het is niet een kantoorfunctie. Bestemmingsplan maakt bijvoorbeeld een ontwikkeling van Maasbach daar niet mogelijk. En ook in artikel 4.1b staat ook nadrukkelijk dat op dit gebied ook groen mogelijk is. Dat zeg ik in reactie op de heer Van Vulpen. Maar dat is allemaal conserverend. En daar waar er wordt gerefereerd, en dat zeg ik in richting van mevrouw De Winter, aan actualiserend beleid, en dan heb je het over ondergrondse containers en dergelijke, dat is gewoon vigerend beleid wat bij de actualisering van een conserverend bestemmingsplan gewoon meegenomen dient te worden. Maar niets meer, niets minder. Dus het gaat puur om het conserveren van de huidige functie. Mevrouw De Winter. Ja, maar voorzitter, volgens mij wordt de functie nu juist maatschappelijk. Maar ik heb ook net verwezen naar artikel 4.1a. Wat daaronder wordt geduid is gewoon puur en alleen die militaire kazerne met alles wat daar onder valt. Niets meer en niets minder. Dus dat wordt niet opgeruimd naar meer maatschappelijke andere soorten functies. Dat is hier niet aan de orde. Voorzitter, de discussie over de toekomst hangt alles samen met het feit dat het Rijk dit wil verkopen. Nou, er is al naar verwezen op welke manier dat Rijk dat doet of voornemens is te doen. Via een tender. Dus zo'n ABC-constructie, al zou de gemeente dat willen, wat we niet willen, maar stel dat, past niet in zo'n tenderaanpak. En voor die tender ten aanzien van de kazerne heeft het Rijk natuurlijk ook behoefte om een toekomstig perspectief te kunnen schetsen voor eventuele kopers wat daar kan. En daarvoor dient die nota van uitgangspunten. En die nota van uitgangspunten is gisteren door het college vastgesteld. Dus ik neem aan dat die vandaag vanmiddag nog uw raad zal bereiken. Dus ruimschoots voor de raadsbehandeling. Maar ik zou willen voorkomen dat we die gaan gebruiken als een discussie in de raad. Want ik zou uitermate teleurgesteld zijn als de raad die nota van uitgangspunten niet eerst in een commissievergadering zorgvuldig en dat zal dan na de zomer zijn, gezien de drukke tijdsplanning tot aan de vakantie. Agendeert, zodat we goed met elkaar en ook met belanghebbenden erbij de discussie voeren over wat daar in dat gebied, of wat op deze locatie met behoud van karakteristieke kwaliteiten, monumentale kwaliteiten, de gewenste bestemming wonen met zorg, zoals ook namens de wijkvereniging door de heer Savonin Lohman is aangegeven. Dat type discussie gaan we dan denk ik zorgvuldig met elkaar voeren. Dan is er een kader op basis waarvan het Rijk al of niet naar wijziging, omdat de Raad daar ook nog iets van vindt. En op basis van dat kader gaat het Rijk starten met die tender. Daar komt dan een nieuwe partij uit die misschien mogelijk dat gaat vertalen naar een concreet plan. En dat concrete plan, dat zal zich dan via een uitgebreide wapenprocedure zich moeten vertalen in de planologische regime. En dan heb je het over een specifieke, dan weet je echt precies waar je het over hebt. Dus dat is een beetje de volgorde der dingen, maar daar gaan we dus niet op wachten met de actualisering van het bestemmingsplan. Want dat kunnen we dus nu al op deze manier vaststellen. Mevrouw Van Nieuwenhoven. Ja, voorzitter, ik denk dat ik
begrijp hoe de wethouder dit zegt, maar mijn vraag was eigenlijk hoeveel haast is er bij het vaststellen van dit bestemmingsplan? Dan kunnen we in de commissie eerst nog de nota van uitgangspunt behandelen, omdat de situatie nou één keer zo geworden is zoals die op dit moment is. Want anders zitten we natuurlijk wel op een merkwaardige manier ook naar de bewoners toe, denk ik, dit te doen. Hoewel het is uitlegbaar, dat ben ik met de wethouder eens, en ik denk dat ik ook wel snap waarom hij het zegt zoals hij het zegt, maar ik vraag toch of het niet op een andere manier zou kunnen. Ja, maar dan loop je het risico dat er een periode is dat er geen geactualiseerd bestemmingsplan is, en mochten zich dan initiatieven in die tussentijd zich voordoen, dan zou je eventueel legers mislopen. En dat is de reden waarom we het nu al vaststellen. Dat willen we in ieder geval voorkomen. En dat doen we zeer conserverend. Dus we verwachten ook niet dat op basis daarvan nieuwe initiatieven zich überhaupt kunnen aandienen. Dat snap ik. Dus ik zal dat even met mijn fractie moeten bespreken. Maar ik denk dat dat kan. Maar dan vind ik uw tussen aanhalingstekens verzoek om in de Raad geen aandacht aan de nota van uitgangspunten te besteden, dat kunt u niet van ons vragen. Want daar zal, denk ik, bij het vaststellen in de Raad van dit bestemmingsplan wel degelijk over gesproken worden. Althans, ik denk dat mijn fractie die mening heeft om dat wel te doen. Maar voorzitter, volgens mij, dat is mijn oproep, dat de discussie rond het vaststellen en het actualiseren van het bestemmingsplan, om die gescheiden te houden van de discussie hoe verder, die nota van uitgangspunten. Volgens mij moet de Raad daar uitgebreid en goed en zorgvuldig over willen spreken. En dat pleit ervoor om dat niet in de raadsbehandeling van 2 juli te doen als we dit bestemmingsplan vaststellen, maar om dat separaat goed met elkaar in het proces vorm te geven. Dat was mijn oproep. Mevrouw De Winter. Ja, voorzitter, dat was mijn vraag eigenlijk ook, waarom het dan niet gezamenlijk, niet gezamenlijk zou kunnen. Maar dit bestemmingsplan is conserverend, zegt de wethouder. Nou ja, goed, dan nogmaals, dan zou ik ook willen benadrukken dat het ook echt conserverend moet zijn. Maar het klopt dus dat er een flatgebouw of een andere bouwontwikkeling niet mogelijk kan worden gemaakt door middel van het bestemmingsplan. Maar, dan is mijn tweede vraag, kan dat wel worden gewijzigd door zo'n nota van uitgangspunten? Of kan die daar dan weer haaks op staan? Waardoor we dit bestemmingsplan eigenlijk voor, ik zal zijn achternaam niet noemen, vaststellen. De wethouder. Nou, de reden waarom we dit nu vaststellen heb ik zojuist uitgebreid toegelicht. En de toekomstige ontwikkeling, en dat heeft volgens mij de heer Savonien Lohman goed toegelicht. Vanuit het perspectief ook van de wijk, er zijn veel kantoren in het verleden daar gebouwd die nu ten dele leeg staan. En je wil toch voorkomen dat dat tot verloedering leidt en dat je daar dus een goede, verstandige andere functie in wilt. Daar dient die nota van uitgangspunten toe. En daar moet je dus naar kijken van welke functie daar dan in past en hoe je dat dan kan vormgeven. Onder welke condities er al of geen sprake zou kunnen zijn, mogelijk eventueel van een uitbreiding. Maar die discussie, denk ik, moeten we gewoon zorgvuldig op basis van de nota van uitgangspunten voeren. Daar zijn in de 2 avonden al reeds over geweest met de buurt. Dus die heeft het college natuurlijk ook betrokken bij de besluitvorming gisteren in het college. Maar daar zullen we ongetwijfeld nog verder met elkaar over komen te spreken. Mevrouw De Winter. Ja, maar voorzitter, dan ben ik het gewoon echt totaal niet met de wethouder eens. Want ik vind het een beetje vreemd om dan nu te zeggen van we stellen een conserverend bestemmingsplan vast. Omdat dat nu eenmaal moet. Maar dat waarborgt dus eigenlijk helemaal niets. Het geeft geen garanties. Dus we stellen het nu vast. En u zegt van het is allemaal conserverend en alles blijft zoals het is. Maar we kunnen straks, kan er toch nog anders besloten worden? Of kunnen er andere kaders of uitgangspunten worden vastgesteld? Betekent dan dat we dan opnieuw bij uitbreiding een bestemmingsplan moeten gaan vaststellen? Dat het wordt geüpdate? En dat we dan nog middels een nieuw bestemmingsplan kunnen vastleggen of niet? Dat zou mijn vraag dan zijn. De wethouder. Nog één keer. We moeten dit vaststellen, bestemmingsplan actualisering, ook om te voorkomen dat we eventueel mogelijk legers mislopen indien er zich ontwikkelingen zouden zich voordoen. Dat doen we op een manier dat we juist niet vooruitlopen wat er in de toekomst gaat gebeuren, omdat dat eerst separaat zorgvuldig met elkaar moet worden bediscussieerd. En als je het
het hebt over het herbestemmen van een kazerne, dan zul je wel moeten gaan nadenken over een functiewijziging. En dan zijn er al richtingen geuit in het gebied, in het kader van wonen en eventueel gecombineerd met een zorgfunctie daaraan. Dat lijkt mij een hele reële perspectief. Maar dan moet je dus wel die bestemming gaan wijzigen. En dat zal je dus doen op een basis van een uitgebreide wapenprocedure, waar ook nog alle belanghebbenden ook nog een positie in hebben. Maar laten we eerst met elkaar die discussie over de toekomst via de noten van uitgangspunten voeren. En wat we nu doen is met dit bestemmingsplan daar niet op vooruit lopen. Korte laatste vraag. Ja, nog gewoon even voor mijn eigen informatie en ter herhaling. Maar mocht er nou binnenkort iets uitkomen en er wordt bijgebouwd of er zijn inderdaad plannen voor een flatgebouw, dan komt er, na alle procedures zijn doorlopen zoals u dat nu schetst, komt er weer een nieuw bestemmingsplan waarin dat zal worden vastgelegd. En daar kunnen we ons opnieuw over uitspreken. Ja, of een uitgebreide wapenprocedure. En dat binnenkort, dat zal nog wel even een tijdje duren voordat je daar bent. Vervolgt u beantwoording. Goed, voorzitter. En dan met die uitgebreide discussie die we ongetwijfeld nog gaan voeren over noten van uitgangspunten, kun je dan ook ingaan op bijvoorbeeld de verkeersdruk in dat gebied en op de manier waarop je dat meet en al die vragen die daaromtrent zijn gesteld. Ik loop even kort nog af of ik nog een aantal vragen heb laten liggen. De vragen van de VVD heb ik beantwoord. Dus noten van uitgangspunten komt eraan. Karakter blijft. Dus geen Maasbach op dit moment ook in de kantoorfunctie mogelijk. Ook de zorgen, de zogenaamde massieve zorgen van D66 ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen, dat moeten we net in het kader van de nood van uitgangspunten met elkaar doen. Maar u heeft gelijk dat we moeten oppassen dat er geen twee dingen door elkaar heen lopen. Mevrouw van Nieuwenhoven had nog. De heer Donder, op dat. Ja, het waren, ik zei van, ik begrijp wel dat er massieve zorgen in de buurt zijn. Ik heb die zelf nu niet, maar het ging over de zorgen in de buurt en dat moeten we op een goede manier afvechten. Dank voor de nuancering, dat klopt, ja. Mevrouw van Nieuwenhoven die had nog de zienswijze van het Rijk. Kijk, het Rijk wil gewoon ook, dat is natuurlijk ook een taakstelling van het Rijk, om vastgoed te verkopen en daar zoveel mogelijk geld voor te krijgen. En indien daar in de verkoop al ruimere functies mogelijk is, levert het mogelijk iets meer op. En ik denk dat je de zienswijze van het Rijk in dat licht moet beschouwen. Maar het is niet zo dat wij hier rollenbollend met elkaar over straat gaan. Sterker nog, we hebben een samenwerkingsovereenkomst waarin we de afstoting van Rijksvastgoed in Den Haag ook in overleg met elkaar tot stand brengen. En het CDA die had het ook over verkeersstelling, maar dat gaat nog wel komen. En over de betrokkenheid met de stakeholders en zeker ook de bewoners, daar kunt u van verzekerd zijn. Maar op het moment dat het Rijk het object heeft verkocht, dan is er natuurlijk altijd wel een partij die daar ook zelf met planontwikkeling en initiatief en ook een verantwoordelijkheid in zal gaan nemen. Daar hebben we natuurlijk ook een handreiking voor op het gebied van communicatie. Maar we zullen er van zeker van zijn, maar iedereen begrijpt dat als je op deze gevoelige locatie iets wil, als je dan niet aan de voorkant investeert in overleg met de buurt en je komt tot planontwikkeling zonder draagvlak, dat een vrij perspectiefloze weg is. Maar daar zullen we ook in toekomstige partijen altijd op blijven aanspreken. De heer Rogier. Ja, voorzitter, dank dat daar uitgebreide aandacht aan wordt gegeven. Inderdaad, goed, want dan kunnen we voor de rest problemen voorkomen. Ik heb toch nog wel een vraag over die verkeersstellingen. Hè? Want u zei van ja, we gaan het daar dan nog over hebben. Kan de wethouder dan wel aangeven dat u misschien wel bereid is om met de bewoners dan wel eroverheen te komen welke systematiek van tellingen we gaan krijgen? Want we maken het met andere plannen dan wel eens mee dat wij gebruiken het systeem en betrokken stakeholders, bewoners, et cetera, die komen met een andere systematiek. Dus kan de wethouder aan de voorkant misschien met de bewoners overeenkomen welke systematiek er gebruikt gaat worden bij het meten en tellen van de verkeersstroom? De wethouder. Ja, voorzitter, als gemeente maken we natuurlijk altijd gebruik van de ons welbekende systematieken en methodes. Dus dat zal uitgangspunt zijn. En het is altijd prettig als je bij planontwikkeling het eens bent over de feiten die daaruit volgen. Dus natuurlijk zullen we daar ook, indien daar onduidelijkheden over bestaan, daarover met elkaar in overleg treden. Want dat moet je natuurlijk in zo'n proces als ruis niet willen. Op de vraag van de Haagse Stadspartij ben ik ingegaan.
De heer Ginwis die had het nog over verwachtingen gewekt richting Maasbach, die dan mogelijk van invloed zouden kunnen zijn op de noten van uitgangspunten. Nou, het college deelt die mening niet met u. We hebben ook al verschillende keren in het verleden vragen daarover beantwoord. Wat dat betreft zijn we gewoon vrij om ons eigen beleid natuurlijk ook in lijn met wat je wil met Benoordenhout, welk type functie op deze locatie tegen het groen aan gewenst is. Dus, maar goed, de noten van uitgangspunten is daar ook duidelijk over. En daar heeft de heer Maasbach geen voorkeurspositie of preferente positie of welke rol dan ook in. Ik denk eigenlijk dat ik... Oh ja, er zijn nog vragen gesteld door de Haagse Stadspartij en ook door GroenLinks nog over de bunker aan de Van Ouwehandlaan en de mogelijke invullingen of die wel niet duurzaam kan zijn. En waarom staat dat bouwvlak daar ingetekend? Nou, dat is gewoon de feitelijke situatie. Dat is niets meer en niets minder. Het is een particulier initiatief, mogelijk een datacentrum. Met data kan je van allerlei duurzame dingen doen, maar ik weet niet of ik nou met iedere initiatief in de stad in gesprek moet gaan om daar allerlei duurzaamheidsambities aan te koppelen. Dus ik zie daar geen directe aanleiding toe. En als het gaat om de specifieke bestemming in dat gebied, valt het natuurlijk wel ook onder... daar ben ik in de war. Nee, dus daar heb ik eigenlijk niets aan toe te voegen. En volgens mij, ja, de vraag van de PVV heb ik denk ik net ook proberen te beantwoorden. Dus. Mevrouw De Winter? Ja, volgens mij, misschien heb ik dat gemist, maar over de kroonuitspraak in het conflict wat er nu gaande is. Ben ik net bij mevrouw Van Nieuwenhoven al op ingegaan. En u noemt het een conflict, zo wil ik het beslist niet duiden. Sorry, dan moet ik het anders verwoorden, voorzitter. Den Haag Centraal noemde het met koeienletters conflict. Dus vandaar ook dat ik daaraan refereer. Maar ik ben blij in ieder geval als de wethouder zegt dat hij het geen conflict vindt. Dan is dat bemoedigend. Nee, mevrouw Van Nieuwenhoven noemde het merkwaardig. En Den Haag Centraal zag daar een saillant detail in om daar een bericht over te maken. En dat snap ik vanuit het journalistieke oogpunt. Zeker. Goed, volgens mij kan dit agendapunt wel worden afgerond. Ik heb geen toezeggingen genoteerd, behalve dan dat natuurlijk de noten van uitgangspunten door het college heen is. En die zal dan, misschien al nu, maar in ieder geval vandaag denk ik toch wel naar alle partijen gestuurd worden. Kan dit naar de besluitenlijst? Maar ja, voorbehoud, maar dan kan het ook nog naar de besluitenlijst en eventueel er later af, maar... Ik heb het al gezegd in een vraag dat ik het eerst wil overleggen met mijn fractie. Dan, ja, ik zie daar meer steun op. Dus dan kan het niet naar de besluitenlijst. De heer Donder? Ja, voorzitter, ik zou wel zeggen van naar de besluitenlijst. Want het kan er altijd weer af bij het fractievoorzittersoverleg. Het klopt, kan er altijd af. Alleen op het moment dat de PvdA aangaf van joh, de besluitenlijst wat ons betreft nog niet een goed plan, zag ik daar meer steun voor. Ja, ik zie het wel van CDA, GroenLinks zag ik, ChristenUnie, PVV. Dus... Nou, we maken een rondje. Islamdemocraten. Voorbehoud. Een voorbehoud en wel of geen besluitenlijst. Mevrouw De Wit. Voorbehoud op de besluitenlijst en op... Ook een voorbehoud, hetzelfde als mevrouw Van Nieuwenhoven. Ja, ik woon nu graag even in overleg met mijn fractie. Dus. ChristenUnie SGP. Ik ga nog niet naar de besluitenlijst. Sluit me aan bij mevrouw Van Nieuwenhoven. GroenLinks. Ik ook, en voorbehoud. CDA. Voorzitter, besluitenlijst en nog even voorbehoud in verband met overleg met onze woordvoerder op dit dossier, de heer Pluimgraaf. De VVD. Voorzitter, op dit plan zijn wij voor, kan ook naar de besluitenlijst. En de noten van de uitgangspunten, daar zullen we wel uitgebreide discussies over gaan voeren. En die zie ik met plezier tegemoet. Nou, de PvdA voorbehoud, maar dan niet naar de besluitenlijst, begrijp ik. Ja. Ik vind, als je aankondigt dat je overleg met je fractie wil hebben, kan ik op dit moment niet zeggen dat het naar de besluitenlijst kan. Ik weet niet wat ik hier verder nog aan toe zou moeten voegen. Nee, maar dat is ook heel duidelijk. D66. Ik sluit me aan bij de heer Wilstorfer. En de Stadspartij. Ja,
Klein voorbehoud, maar het mag voor mij wel naar de besluitenlijst. Daar kunnen we het altijd weer van afhalen als het nodig is. Als ik het zo zie, kan het nog niet naar de besluitenlijst. In ieder geval staan alle stemverhouding staat genoteerd. Dan wil ik dit agendapunt nu gaan afsluiten. Daarmee sluit ik ook de vergadering. Wil ik iedereen een prettige dag toewensen. En tot de volgende vergadering.